Het Korps Politie Suriname, KPS, krijgt een nieuw hoofdbureau van politie. Dit besluit heeft president Jean-Rica Persat-Santoki genomen in overleg met de werkgroep Bouwhoofdbureau van politie na adviezen van het architectenbureau ACE Consultancy en in overeenstemming met de leiding van het KPS. De werkgroep heeft op dinsdag 25 juli 2023 een ontmoeting gehad met het staatshoofd. Besloten is het bouwsel aan de Gemeenelandseweg Johan Adolf Pengelstraat te laten slopen. We hebben een aantal sessies gehad met de president en vandaag moest eigenlijk het besluit worden genomen hoe verder met het hoofdbureau van de politie. U weet dat dat gebouw al meer dan 10 jaar daar zit. Er zijn adviezen uitgebracht door meerdere ingenieursbureaus. Wat veiligheid betreft hebben we onze concerns. Wat duurzaamheid betreft ook. En we hebben even feedback gepleegd met de leiding van de politie. En zij hebben ons aangegeven dat ze gaan voor veiligheid. Ze willen veilig werken. Wat daar zit, weten we niet. Natuurlijk duurzaamheid. Je kan dat gebouw afbouwen. Maar binnen 5 jaar kan je problemen mee krijgen. Wij willen gaan voor duurzaamheid. En vandaar dus dat wij vandaag aan de president gevraagd hebben om een besluit te nemen. Gaan we door met het gebouw of gaan we slopen en een nieuw bouwen? Waarbij de president vandaag besloten heeft om te gaan om het huidige gebouw, een kwart gebouwd, te slopen en een nieuw bouw op te zetten. Met de minister van OW hebben we verder afstemming gepleegd om het proces alvast in gang te zetten, zodat wij op korte termijn kunnen aanvangen. En dat is volgende week al. Conform de regelgeving, de compatibiliteitswet, zal er natuurlijk ook een aanbesteding worden gehouden om het te slopen. Het sloopbestek is er al. En terwijl de zaak daar gaat worden opgeruimd, zal het architectenbureau ACE een bestek maken voor een nieuw. Dus dat is de stand van zaken tot nu toe. Als er besluiten zijn genomen en de werkzaamheden zijn aangevangen, over hoeveel tijd zal een nieuw hoofdbureau van politie moeten staan? Er is een periode genomen van in ieder geval binnen 1,5 jaar. We willen het tijdpad nog verder gaan uitwerken, maar globaal is het al aangegeven door het architectenbureau dat het wel binnen 1,5 jaar haalbaar is. Inhoudelijk, welke diensten we exact, dat is een aangelegenheid van de politie. In ieder geval hebben zij aangegeven hoeveel ruimte ze nodig hebben. En samen met de architect is dan er een ontwerp gemaakt en we zullen verder werken aan dat ontwerp. Waar de korpsleden nu gehuisvest is een onding. In de tijd is er een gebouw daar gevonden en je zet de korpschef en zijn staf daar. Ik bedoel, als je daar langs reist, dan zie je van, hey, dit kunnen we de korpsleiding, dit kunnen we de politieleiding niet aandoen. Vandaar dus dat de president heeft besloten om eigenlijk een goed onderdak te geven. En daarmee zijn we nu op dit moment bezig. Dus de noodzaak voor de politie is daar.